Waarom lag er 100 jaar voor het rampjaar al een waterlinie bij Woerden? Wat is er in het Stadsmuseum van Woerden nog te vinden van de waterlinies? Wat heeft Els van den Burg met de Oude Hollandse Waterlinie? En hoe kun je met een app afreizen naar de Nieuwbrugse Schansen uit 1672? U hoort het allemaal in het Waterliniejournaal. Welkom bij de tweede aflevering van het Waterliniejournaal. De komende maanden ga ik u vertellen wat er in onze omgeving gebeurde tijdens het rampjaar rond de Oude Hollandse Waterlinie. Deze aflevering gaan we even 100 jaar terug, want het was in 1672 niet de eerste keer dat er rond Woerden een waterlinie lag. En de schansen bij Nieuwebrug hadden ook al een voorganger gehad. Tijdens de 80-jarige oorlog kwam onder leiding van prins Willem van Oranje verschillende steden in opstand tegen hun landsheer, de Spaanse koning Philips II. Na een bloedbad in Oudewater had Schoonhoven zich na onderhandelen overgegeven. Woerden had zich opgemaakt voor een langdurig beleg. Maar in 1575 konden de belegeraars de stad niet naderen. Na het openen van de sluizen was het omliggende gebied onder water gezet. Om de stad uit te hongeren werden alle toegangswegen geblokkeerd met schansen. Net achter de schilderijlijst de Nieuwebrugse Schans, daaronder de Kruisschans bij de huidige Blokhuisbrug, de Woerdenschans, de Kromwijkerschans, de Pitanenschans, de Vossenschans en de Kamerikerschans. Voor de Goudse Poort had de stad zelf een schans opgeworpen, verbonden met de stadsgracht. Vanaf deze Woerdenschans voeren ze met platbodems richting Gouda. De soldaten die kenden de omgeving als hun broekzak, daarom slaagden deze missies meestal. Soms werden soldaten gevangen genomen of gedood. Omdat het geld schaars was, werd er in Woerden een belegeringsmunt geslagen, waarvan er hier één in het Rijksmuseum ligt. Er heerste eensgezindheid. Niemand die eraan dacht om de moed op te geven, God zou de vijand buiten de poorten houden en zorgde voor voedsel. Op een gegeven moment stond het water zo hoog dat men de snoeken zo uit de stadsgracht kon pakken. Dit wonder van Woerden is nog steeds bekend en is verbeeld in deze rotonde. Intussen leek het erop dat de Spanjaarden de stad wilden bestormen. Zwaar geschut werd in stelling gebracht. De Spanjaarden probeerden op 20 juni de schans aan de noordkant te veroveren. Dat was de plek waar de Woerdenaren een kudde koeien had lopen. Het lukte de Spanjaarden om 6 koeien buiten te maken, maar er werd flink gevochten en 3 Woerdenaren stierven. Maar veel meer Spanjaarden. De Spanjaarden probeerden het eerst met dreigen. De stad zou hetzelfde lot ondergaan als Oudewater. En dan weer met zoete woorden. Als de stad weer terug zou keren bij het katholieke geloof, was alles vergeten en vergeven. Ondertussen hadden de Spanjaarden zich versterkt met 14.000 man. Bestaande uit Duitsers, Walen, Spanjaarden. En in augustus gingen de Staten de Lekdijk doorsteken. En daardoor kwam het water nog hoger te staan. Inmiddels was Zierikzee in Spaanse handen gevallen. Maar er was muiterij uitgebroken onder die Spaanse soldaten. En daarom werd een groot deel van de troepen voor Woerden naar het zuiden gebracht om daartegen op te treden. Op 23 augustus 1576, toen het beleg precies 50 weken duurde, zagen de Woerdenaren een boodschapper richting de Kromwijkerschans gaan. En daarna ook naar de andere schansen. De volgende dag zagen ze dat de Spanjaarden hun kampementen opbraken en alle schansen in brand staken. Alleen de Kamerikerschans werd nog tot 10 september vastgehouden. Waarna ook die was verlaten, namen de Woerdenaren de Kruisschans in. Die voor hen het gevaarlijkst was en waarnaar de naam Blokhuisbrug ook verwijst. Jongeren bestormden toen alle schansen en alles wat de Spanjaarden hadden achtergelaten werd in triomf de stad ingedragen. 3 vaarten werden in het koor van de kerk geplaatst waar ze hebben gestaan tot deze afbrandde op 10 oktober 1672. Het jaar waar we volgende aflevering de draad weer oppakken.
Het Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalig stadhuis van Woerden uit 1501. In die tijd bestond het gebouw alleen uit een benedenverdieping en een zolder. In de Schout- en Schepenenzaal werd toen recht gesproken. Dit is nog te zien aan de unieke schandpaal uit 1567, waarop veroordeelden aan de gevel te schande werden gezet. In 1610 werd het stadhuis uitgebreid met een eerste verdieping. Hier kwamen toen werkvertrekken en de vroedschapzaal. Soldaten uit het Franse leger hebben zich hier in 1672 warm gehouden door het opstoken van archiefstukken. Vanaf 1889 tot 1933 werd het gebouw gebruikt als rechtbank en stadhuis. Nu is het ingericht als gemeentemuseum waarin de lokale geschiedenis wordt verteld en de lokale kunst is te bewonderen. Op de zolder van het Stadsmuseum is een collectie fraaie Romeinse bodemvondsten uit Woerden te zien. Meerdere schilderijen van de in Woerden geboren kunstschilder Leo Gestel hangen op de benedenverdieping. Op het schilderij van het beleg van Woerden staat een voorloper van de oude Hollandse waterlinie afgebeeld. 100 jaar voor het rampjaar lagen er al schansen en ondergelopen polders rond Woerden. In de museumcollectie is ook een munt te vinden die de Franse koning Lodewijk XIV heeft laten slaan als herinnering aan de zogenaamde bevrijding van Woerden op ons Staatse leger in 1672. Het wapen van Woerden staat erop afgebeeld. Door de Rietvelder of Leidse poort marcheerden tijdens het rampjaar veel soldaten. Ook prins Willem III van Oranje en de Franse hertog van Luxemburg verlieten hierdoor de stad Woerden. Enkele gevelstenen uit deze poort liggen nu naast de ingang van het Stadsmuseum. Ik ben Els van den Burg en jullie kennen mij misschien wel van muziekgroep Gras of zo. Of van de hardloper in Reeuwijk, dat we dat bezoekerscentrum in het Reeuwijkshout, dat is altijd dicht, hè. Ja, en wat heb ik allemaal gedaan voor de waterlinie? Och, echt van alles en nog wat. Hele leuke projecten. Kan niet anders zeggen. Bijvoorbeeld naar heel veel scholen. Echt zo heel veel klassen zijn we geweest. Maar volgend jaar, dan bestaat de oude Hollandse waterlinie, die bestaat dus 350 jaar. Dan is het dus ook 350 jaar geleden dat het een rampjaar was. En dat moet natuurlijk groots gevierd worden. Want dankzij die waterlinie, dan moet je natuurlijk niet vergeten, dankzij die waterlinie konden die Fransen dus niet naar Den Haag en naar Amsterdam. En weet ik veel, waar wij in feite onze gouden eeuw aan te danken hebben. En wat ga ik doen in 2022? Nou ja, vorig jaar is sowieso natuurlijk alles gecanceld. Dat snap je wel. En dit jaar is ook, ik denk zelf dat er dit jaar ook niet zoveel gaat gebeuren eigenlijk. Ik hoop echt dat ik originele 17e eeuwse poppenkast kan gaan brengen ergens. Dat lijkt me echt geweldig. Met een echte poppenkast zoals ze toen dus ook hadden. En de verhaal zoals dat wat goed aansluit bij die tijd. Dus ik heb uitgezocht welke muziek in 1672 hier zo op het platteland gespeeld werd. Dus niet alleen in de steden, want daar heb je allerlei boekjes van. Hè, de Amsterdamse Schouwburg en zo, en dan weet ik wat allemaal. Maar wat hier op het platteland gespeeld werd, is eigenlijk officieel gewoon niet bekend. Maar na heel veel spitten en goed nadenken hoe dat dan geweest moet zijn, heb ik een hele lijst samengesteld van nummers die hier wel gespeeld moeten zijn. En dat kunnen we dus ook doen op authentieke instrumenten en met authentieke kleding aan en zo. En dat zou natuurlijk ook wel super leuk zijn als we dat kunnen doen. Dus ik hoop dat ik aan kan sluiten. Dat is het een beetje. Ik ben een beetje afhankelijk van anderen wat dat betreft. En je denkt misschien wel, wat staat daar in beeld? Ja, dat is de trompet. Dat is de trompet van de trompetten van de prins. Zal ik hem even laten horen? We hebben in 1672 bij Nieuwebrug 3 schansen gelegen, maar alleen Fortwerke Schans is daar nog van over. Daarom hebben wij de 2 schansjes bij het dorp Nieuwebrug digitaal nagebouwd. Nou, het zijn van die schansen helemaal geen afbeeldingen, wel 2 beschrijvingen. Er zijn kaarten waar de wegen op staan, molens. En samen met iemand van Stichting Benno van Koehoorn hebben we dat bestudeerd. Met al die informatie zijn we naar VisVis gegaan. Die heeft dat in de computer gezet. Dan krijg je een mooie 3D-maquette. En op die maquette hebben wij 4 punten aangewezen waarop je dus met je tablet of je telefoon
in 360 graden om je heen kan kijken. Dan kan je bijvoorbeeld op de Tolbrug staan en even teruggaan naar onze tijd en naar het verleden. Je kan op de wal van de schans staan en aan de overkant de Molkenschans zien. En aan de achterkant van de schans zie je dat die open is. En je kan ook tussen de soldaten gaan zitten. Op verschillende plaatsen is extra informatie te bekijken en op elke locatie is een filmpje te zien. Kolonel, wat is de situatie? De Fransen zijn het ijs overgestoken. Ze zitten nu daar in de meien. Er zijn spelers met historische kostuums naar een greenscreen studio gegaan, zoals deze. En dan kan je dus na afloop bij de scènes een nieuwe achtergrond geven. Rusten! Jullie branden ons dorp plat en zetten ons land onder water! Flapdrol! Water is tegen de vijand. Onze beesten kunnen niks meer vreten. Wanneer over een half jaar uw waterlinie bevriest, dan zal Holland alsnog vallen. Ik blijf doorvechten tot de allerlaatste dijk. Hier een stukje appel. Weet je wat ik heb gehoord trouwens? De prins wil Woerden aanvallen. Deze app kunt u gratis downloaden. Ga daarvoor naar de App Store of Google Play. Zoek naar Nieuwbrug 1672 en reis af naar Nieuwbrug tijdens het rampjaar. Hoi, welkom bij Jobs Waterlinievlog. Ik vertel jullie elke maand wat er gaande is in het hart van mijn Oud-Hollandse waterlinie. Er wordt vandaag bij de dubbele wierken een informatiebord gepraat. Gaat het goed, mannen? Nee, dat loopt goed, joh. Oké. En waarom staat het bord nou hier in Nieuwebrug? Omdat er daar achter mij wel 3 schansen hebben gelegen. 1 uit het rampjaar, 1 toen de Fransen die kapot hadden gemaakt en 1 100 jaar eerder al toen de Spanjaarden Woerden gingen belegeren. Waar u eerder in deze uitzending al meer over heeft gehoord. En op dit nieuwe bord kunt u er alles over horen. Het is ook onderdeel van de fietsroute uit mijn vorige vlog, maar het heeft ook een andere kant. Daarin wordt alles uitgelegd over de Timeswitch app uit 1672, waar u eerder in deze uitzending al over heeft gehoord. Heb jij nou ook nog nieuws uit het hart van de Oud-Hollandse waterlinie? Stuur het dan op naar dit adres, dan zeg ik het in mijn volgende waterlinievlog. Tot dan! We zijn aan het einde gekomen van het Waterlinie-journaal. Volgende keer pikken we de draad weer op in het rampjaar 1672 en komen we aan in Woerden. We bezoeken het kasteel, horen hoe de historische stadsgrachten weer beleefbaar worden gemaakt en spreken hoogheemraad Bernard de Jong. Wilt u meer weten over de Oude Hollandse Waterlinie en wat er nog valt te beleven? Ga naar hoofdkwartier1672.nl, meld u aan voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook. Ik zie u graag in onze waterlinie of bij het volgende Waterlinie-journaal.